onze ouders die daar hier zijn gekomen, en mijn vader, als, had hij nog geleefd, dan was hij vandaag 50 jaar geleden, hè, want hij is in 64 naar hier gekomen, dat we toch wel moeten zeggen dat voor de eerste generatie, in tegenstelling tot wat je zou denken, denk ik, dat voor de eerste generatie die integratie eigenlijk vrij goed gelukt is. Zij kwamen naar hier met de droom om hier te werken, om hun toekomst te verbeteren, om wat centjes te verdienen, om hier een huisje te bouwen, om hun kinderen een betere toekomst te geven. Dus, maar wat hun integratie betreft, van het hier wat beter hebben, hier werk te hebben, al onze ouders hebben allemaal kunnen werken. Hè. En het enige wat dus niet gelukt is, is die een betere toekomst ook voor hun kinderen. Daar is er nog wel een probleem. Want zeker als we moeten zeggen van wie had onze ouders, die hadden 50 jaar geleden niet gedacht dat er na 50 jaar toch nog voor de kinderen, kinderen die hier geboren en getogen zijn, dat die het moeilijker zouden hebben dan zijzelf. En dat is denk ik waar zij wel zelf ervaren als een mislukking. Allee, dan wil ik niet over Merkel spreken, maar dat de gemeenschap een stuk zelf ook ervaart van kijk, hoe kan dat toch na 50 jaar? Onze ouders hebben er wel een weg afgelegd en die hadden het niet gemakkelijk. Hè. Die spraken soms zelfs de taal niet zo goed. Maar al bij al zijn die economisch, zijn die er een stuk op vooruit gegaan, hebben die hier een stuk hun weg gevonden. Maar ze hadden eigenlijk ook verwacht dat hun kinderen het nog beter zouden doen. Of volledig zouden aanvaarden. En dat is niet het geval. Dus op, waar dat we van moeten zeggen, nu, op dit ogenblik, zijn voor mij drie grote problemen. Dat is op vlak van werk. Als wij vaststellen dat slechts 40% van de niet-EU'ers aan het werk is, dan is dat een groot probleem. Hè? Bij mensen die wel van de Belgische origine zijn, is dat bijna al dubbele. Hè? Als we zien van onderwijs dat daar nog zulke problemen zijn, dat daar 1 op 4 van onze jongeren de school verlaat zonder diploma, 4 op 10, terwijl dat bij de Vlamingen minder dan 1 op 10 is, dan is dat een groot probleem. En dus daar is eigenlijk waar dat we hadden verwacht om verder te staan en waar we ook vooral hadden verwacht dat de kinderen zich ook volledig zouden geaccepteerd voelen. Hier, en dat is eigenlijk waar dat er een grotere afstand is gekomen. Mensen zijn hier geboren en getogen. Mijn zus heeft al kleinkinderen, dus wij spreken ondertussen over een vierde generatie. En toch hebben die kinderen het moeilijker vaak dan de eerste generatie of soms ook de tweede generatie. In mijn klas was het zelfs iets beter dan nu, wat ik soms zie in de klassen nu, hè, op school enzovoort. Dus, Wij staan nog voor enorme uitdagingen, dus wij hebben nog een hele weg af te leggen. Er zijn absoluut ook heel veel succesverhalen. Hè. Gelukkig, hè, in de sportwereld, in de bedrijfswereld, in de academische wereld, ook in de politiek zijn er, hè, heel wat mensen actief. Dat is ook goed, er zijn heel wat mooie voorbeelden ook. Hè. Mensen, maar er is, voor een grote groep is er nog echt een probleem als je vaststelt dat vandaag ook door die lage werkloosheid ook veel meer mensen van de doelgroep in armoede terechtkomen. Hè, ja, zitten. Hè. Eigenlijk 48%, dus dat is bijna de helft van de mensen die van buiten Europa komen, 48% leeft met een inkomen onder de armoededrempel. 48%. In het algemeen in België is dat 15%. Dus wij zitten met gigantische problemen. Oké. Okay. Ik weet dat ik jou af en toe even moet onderbreken, Mieke. Jij gaat ook al heel lang mee. En dan heb ik het ook over... 10 jaar langer dan de migratie. Ja. Maar je bent ook heel snel in dat hele verhaal... Je bent ook heel snel in dat verhaal terechtgekomen. Hè? Je bent er heel actief mee bezig geweest. Wanneer je mij hier zegt dat de huidige generatie het moeilijker heeft dan die generatie van toen, klopt dat? Is dat ook jouw aanvoelen? Sociaal-economisch in elk geval, denk ik. Maar als je er juist verwijst naar Merkel, ik heb de indruk dat politici de dag van vandaag hun geschiedenis niet goed kennen. Wij kennen een geschiedenis, is een permanente migratie van bevolkingsgroepen. En uiteindelijk is 50 jaar een zuchtje in de geschiedenis, bij wijze van spreken. En als je de geschiedenis bekijkt, dan zie je dat die heeft tijd nodig. Hè? En diversiteit zal er altijd zijn. En die diversiteit, dat varieert. Maar wat vooral het probleem is, denk ik, dat is dat wij sinds de jaren 90 ervan overtuigd zijn geworden dat integratie een individueel verhaal is. Hè? Jij moet Nederlands leren, jij moet je best doen, en wij gaan u helpen, en dan moet het u lukken. Terwijl integratie
eigenlijk een verhaal is van groepen. Het is logisch dat mensen in groep eerst een stukje hun identiteit zoeken en dat ze dan tot de grotere, dominante groep een beetje aansluiting gaan zoeken. En wat we de voorbije 20 jaar gedaan hebben vanuit het beleid, is dat totaal onderschat. We zijn individuele inburgeringscursussen aan het organiseren geweest en wij hebben bijvoorbeeld alle samenlevingsopbouwen, het integratiewerk, allemaal afgebouwd. Hè. Al wat collectief was, hebben we afgebouwd, al wat individueel was, hebben we opgebouwd. En ik denk dat we daar een zeer, zeer grote fout gemaakt hebben en dat dat maakt dat heel veel migranten van de derde generatie ja, eigenlijk een stukje verloren lopen. Ja. Ook omdat je vandaag de dag die dualiteit tussen aan de ene kant een beleid dat permanent op die nagel klopt. Je moet Nederlands leren, de taal kennen en de taal kennen. Terwijl de grootste problemen zich situeren bij de derde generatie. En dat zijn jongeren die net als ik een beetje Antwerps, of nog meer Antwerps praten. Dus daar zit volgens mij een groot probleem. Het individualiseren en het ongeduld van beleidsvoerders. Het ongeduld naar heel veel mogelijkheden. En ik geloof op lange termijn dat de kinderen die vandaag naar school gaan en in zo'n klas zitten met verschillende veel nationaliteiten, die daar ook in opgroeien, dat die daar een heel andere perceptie zullen hebben dan vroeger één gekleurd kind, bij wijze van spreken, in een klas van blanke kinderen. Dus die zullen op termijn, misschien wel sociaal-economisch, maar naar herkomst, denk ik, daar minder vreemde ogen trekken. Waar ik wel in geloof, en ik heb ook geprobeerd als schepen en OCME-voorzitter, ja, individuele emancipatie en activering, en voor alle duidelijkheid, voor mij is dat nooit sanctionering geweest, dat was mensen kansen geven. Allee, ik heb die drive nog altijd, je kunt dat ouderwets vinden. Ik wil mensen sterker maken. Ik wil mensen helpen met allerlei middelen om sneller op een of andere manier te integreren in de maatschappij. Oui, voilà. Mais il faut, je pense que là, il y a un devoir aussi moral et politique de la part du politique de bouger à ce niveau-là et peut-être d'avoir une politique volontariste. Voilà, je lance une piste. Après, ce sont les majorités qui se formeront, qui décideront de ça suite au vote. Par rapport à l'identité, que vos enfants recherchent une identité, moi je la cherche aussi, tous les jours, elle évolue, elle est en constante évolution. On n'est pas juste marocain, belge, un mélange de plusieurs nationalités, on est multiple. On est multiple dans ce qu'on fait, dans notre identité. Moi par exemple, je me mélange dans plein de milieux, que ce soit le milieu du football, le milieu artistique, le milieu dans mon travail, dans la politique. On rencontre un tas de gens et on se construit tous les jours, on évolue. Bon, évidemment, en grandissant, on sait de plus en plus qui on est, quelles sont les valeurs et les idées qu'on défend. Mais je veux dire, cette identité, cette recherche, à mon sens, elle est permanente. Donc que vos enfants ont une perte identitaire, c'est normal qu'ils se posent la question. Et c'est une bonne chose de se poser la question. Parce que c'est ça qui amène la réflexion. Ok. Dank je wel. Klein beetje verder plaatsvinden. Wij zijn vandaag over 50 jaar Marokkaanse migratie in Vlaanderen. Ik ga me niet heel veel diep uitspreken over wat in Brussel bezig is. Maar wat in Vlaanderen bezig is, de eerste gevoelige groepen Marokkanen en Turken in Vlaanderen zijn ongeveer in dezelfde periode als Wilfried Martens met de groep jongeren geroepen heeft van Walen buiten in Leuven. En dat was de juiste periode dat die horde Marokkanen en Turken naar Vlaanderen gekomen. Nu ben ik een taal aan het spreken die heel veel in West-Vlaanderen gesproken wordt, want daar vertoef ik heel veel. Hè. Dus, En dan men is gekomen naar een toestand, ze gaan ons hier overspoelen. En dan kwestie van de taal, inderdaad, een beleidsmaker, een paar van de mensen aan tafel hier zijn ook beleidsmaker geweest of bezig. Eigenlijk moet zich niet houden aan wat de oorspronkelijke bewoner stoort of niet stoort, maar wat de belastingbetaler stoort of niet stoort, of dat die oorspronkelijke bewoner is of niet oorspronkelijk bewoner, maakt niks aan de zaak. En dat is het verschil met Engeland.
Dat is wat maakt dat in Nederland je betaalt je belasting, je doet, je respecteert de wet, punt uit. Ben je met een turban of ben je met een snor of zonder snor of met een kilt, maakt niks uit aan de zaak. Ik ben zeker, en ik roep daar nu aan mijn vrienden van Steunproject, dat ze proberen een avondje hier mannen allemaal met hun kilt op straat te gaan lopen in Antwerpen. Ik garandeer u dat de dag erop, uw collega en u misschien ook, commentaren in de kranten gaan schrijven wat maakt dat die zelfbehoud bij de doorsnee Vlaming terug opnieuw gaat komen. Ik ga je zeggen waarom dat in West-Vlaanderen eigenlijk wordt men niet zo selectief bij het selecteren van wie komt daar werken. Want daar zijn de mensen heel veel alerter en bijna een Anglo-Saxisch mentaliteit aan het hanteren tegenover Antwerpen en Brussel. Namelijk, die gasten komen werken bij ons, bijna zoals de mentaliteit van de jaren 60. Ze hoeven niet te praten dat we Vlaams zijn, kan de accent soms ook gebruiken. Nee, ze moeten werken, ze moeten produceren. En als ze werken, dat interesseert ons. Of dat zijn nu Algerijnen, of dat zijn nu Pakistani. En die Pakistani waarover dat mevrouw de Koning spreekt, zitten nu zich aan het vestigen in Menen. Hè? Dus dat is heel de straat, de barakken bij de Koning, dat is niets anders dan verkopers van sigaretten en alcohol enzovoort. Zijn allemaal die. En dat herhaalt zich in plaatsen waar in Vlaanderen eigenlijk de mentaliteit geopend is geworden. De handelsstraat hier in Antwerpen, inderdaad, ik heb daar gewoond in de jaren 80, in 82. J'ai été invité donc à cette conférence sur l'immigration. Et on a évidemment, avec le CDH, répondu à l'invitation parce que je pense que c'est bien. Je suis très heureux et je remercie les organisateurs d'avoir invité peut-être quelqu'un qui vient de Bruxelles, une personne de Bruxelles, pour justement créer des ponts et des échanges. Zij worden gediscrimineerd of de werkgevers hebben schrik om hen aan te werven. Dus er zijn veel meer vooroordelen, er is veel meer discriminatie. Dus dat is een punt waarop we eigenlijk in die 50 jaar zijn op achteruit gegaan. Er is een kloof gegroeid. Mensen zijn niet naar elkaar toegegroeid, maar er is veel meer dat mensen eigenlijk naast elkaar wonen, te weinig met elkaar in contact komen. Hoewel dat er een enorme verscheidenheid is. Hè. In Antwerpen meer dan 170 nationaliteiten. Zie je nog dat de groepen soms te veel apart, alles apart hebben. Dus ze leven wel bij elkaar, maar ze kennen elkaar te weinig. En zeker niet alleen op vlak van werk, maar ook soms in de sport- en culturele sector, uitgaanswereld, is er sprake van discriminatie. Dat is niet gewoon dat we dat denken. Het wordt ook bewezen. Uit studies blijkt dat ook. Uit verschillende undercover reportages, waar dat men bijvoorbeeld mensen laat solliciteren bij een interim bedrijf of wat dan ook, dan zie je dat soms de bediende aan het loket van het interim bedrijf de boodschap heeft gekregen van een werkgever om blanc et belge te selecteren. Dus dat het geen allochtonen mogen zijn. Dat is pure discriminatie en daar moet absoluut een halt aan toe worden geroepen. En daar moet ook de overheid streng op ingrijpen door die discriminatie aan te pakken. Maar ook en vooral door zelf het goede voorbeeld te geven. Door zelf ook mensen van diverse origines ook te werk te stellen. Bah, là, tu touches un point sensible parce que je pense qu'un des gros défis pour demain, ça sera l'emploi. On voit bien actuellement les taux de chômage des jeunes est énorme. Et donc, mais ça c'est pour tout le monde de nouveau, c'est pas seulement pour les gens issus de l'immigration, même si parfois peut-être ils en sont victimes un peu plus, mais ce sont des facteurs aggravants, mais le fait de ces formes de discrimination. Mais je pense que le devoir principal c'est de répondre ensemble aux défis démographiques et aux futures questions d'emploi, d'enseignement, de logement et des pensions. Ce sont tous des gros défis pour demain qu'on doit soulever tous ensemble. Et je pense que la réponse est nous tous, est cette richesse qu'il y a dans ce mélange. Et donc voilà, il faut le prendre positivement, je pense, parce que de toute façon, tout le monde est là et il restera. Donc il faut se battre ensemble. Niet alleen mensen talent, maar ook de samenleving verliest. Want de capaciteiten, de competentie van elke persoon telt voor de samenleving. En als de mensen discrimineren met elkaar, dat betekent dat ze sluiten uit een aantal competenties dat ze misschien later zelf nodig hebben. Dus een kwestie moet je niet vandaag denken, maar wat zal in de toekomst zijn? Kinderen enzovoort. Hè? Dus hoe meer diversiteit, hoe meer competenties, hoe meer win-win toestand is tussen de bevolkingsgroepen. Jim Reed.
Request Live bestaat 2 jaar. En dat vieren we met de Gym Request Live Marathon. 24 uur lang Eline de Munk, maar ook een blik achter de schermen. 3, 2, 1 en live. Turn down for what? Big bangs, blaze up. Beetje chaos, maar dat is niet erg. Waar is jullie Chihuahua? Maar helaas, kidnappen. Gym Request Live, 24 uur lang met Eline. I'm just good. Van woensdag 5 maart om 12 uur 's middags tot donderdag 6 maart om 12 uur 's middags. Ja, oké, okay, sorry, Charlotte. Ik denk dat we een probleem hebben.